De regering verliest in ex-minister Winston Lakin een gedreven persoonlijkheid. Lakin overleed op maandag 11 november na een kortstondig ziekbed. Hij was tijdens de regering Bouterse 1 minister van Buitenlandse Zaken en heeft zich in de buitenlandse diplomatie verdienstelijk gemaakt voor Suriname, zeker als het gaat om de CARICOM en UNASUR. Lakin was tot voor zijn heengaan ambassadeur in algemene dienst op het kabinet van de president. Tijdens Bouterse 2 was Lakin belast met de invulling van de milieuagenda. In deze functie heeft hij leiding gegeven aan de in Suriname gehouden High Forest Cover Low Deforestation HFLD milieuconferentie. De leidersrol die Suriname in februari 2019 kreeg van de HFLD-landen ziet de regering als een van de verworvenheden van Lakin. De regering condoleert de Surinaamse gemeenschap met het heengaan van Winston Lakin.